De mama's van Sterre. Sterre vindt juf Eva de liefste juf die er is. Ze knuffelt je als je verdrietig bent en ze wordt nooit boos. Vandaag vertelt juf Eva over beroepen. Wat willen jullie later worden? Vraagt ze. Dat weet Sterre al lang. Als ze net zo groot is als juf Eva, wordt ze prinses. Dan woont ze in een enorm paleis en heeft ze elke dag een prachtige prinsessenjurk aan. Maar de juf heeft nog een vraag. Ze vraagt de kinderen om te vertellen over het werk van hun vader. Max vertelt dat zijn papa brandweerman is. Hij rolt razendsnel superlange slangen uit. Hij heeft pas nog een flinke brand geblust. Max is reuze trots op zijn papa. De papa van Sophie is vrachtwagenchauffeur. Hij rijdt soms wel helemaal naar Spanje. In zijn vrachtwagen heeft hij een bed en een piepklein keukentje. Sterre kent de papa van Sophie. Hij is heel groot en heel sterk. Sterre heeft geen grote en sterke papa. Sterre heeft helemaal geen papa. Sterre heeft twee mama's. Ze zucht diep. Wat moet ze nu vertellen? Hugo is al aan de beurt. Daarna zal de juf vragen welk beroep de papa van Sterre heeft. Hugo is klaar. Juf Eva kijkt Sterre aan. Ze vraagt Sterre of ze wil vertellen over het beroep van haar mama. Max roept dat de juf zich vergist, maar de juf weet het zeker. Welk beroep heeft jouw mama? Vraagt ze nog eens aan Sterre. Val. Dood aan die rosse blikkers en uw leider dikke Hercules, roept Piepel. Hij zit met zijn houten zwaard in de aanslag op de rug van Jack Ekster. Aanvallen, schreeuwt hij zijn gevederde ros luidkeels toe. De vogel stuift recht op het leger blikkers af. Dat zit goed verscholen onder de varens. Sidder en beef, vieze griezels, snauwt Piepel, want hier komt ridder Piepels. De dappere ridder springt van zijn ros en stort zich onbevreesd op de bikkersoldaten. Hij hakt er krachtig op los en velt de ene vieze griezel na de andere. Als laatste blijft ook dikke Hercules in het zand. Haboe! Juicht de dappere ridder triomfantelijk. De schurken zijn verslagen!